Hallo, dag Piet. Dag Mano. Wij zagen jou eerder al uit de bol gaan op Graspop en Rock Werchter. En vandaag sta je hier op Tomorrowland. Is dit eigenlijk jouw type muziek? Ik ga diplomatisch zijn. Het kan mijn muziek worden. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik sta hier eigenlijk als een klein kind te gapen naar wat er hier gebeurt. En ja, dit is natuurlijk anders dan Graspop of Werchter. Maar ik vind het vooral het gebeuren en het meemaken van het geheel iets enorm. Wat verbindt Tomorrowland volgens jou dan met eten? Wat is de link tussen de twee? Als ik zie wat er hier gebeurt, ik heb al zo wat de standjes gedaan. Ja, er is alles. Je ziet, ook 30 jaar geleden, als je naar een festival ging, waren er frikadellen en fritten en pizza. That's it. En nu zie je echt culinaire hoogstandjes. Ik ben al naar mijn vriend Roger van Damme geweest. Ja, fantastisch allemaal. Ik ben eigenlijk, ik ga het in het Engels zeggen hier, want alles is hier in het Engels, flabbergasted. Ja. Zeg, en het is jouw eerste keer en jij krijgt meteen de meest exclusieve plek op het festival in het Secret Resto. Hoe ervaar je dat? De eerste keer is altijd de beste keer, maar het is eigenlijk niet de eerste keer, want we hebben ook al een keer Beat gedaan. En daar heb ik één foto in de gazette gezien, dat was als ik aan het stage diven was. Dus ik heb dan gezegd aan de mannen van de food and the beverage, ik zei, gasten, ik zou toch graag ook een keer iets culinair doen bij jullie. Iets hoogstaander. En voilà, dus dit jaar werd ik opgebeld met de vraag, Piet, wilde jij de Secret Restaurant doen? Ja, ik wist direct, dit is Champions League, dus zonder nadenken, ja, uiteraard. Ik heb in mijn leven toch al bijna alles gedaan, maar dit nog niet, dus... Dat is toch een beetje top of the bill, moet ik zeggen. Ja, ja, wij mogen er helaas niet binnen en niet filmen, maar kan je ons misschien een tipje van de sluier oplichten? Wat mogen we ons erbij voorstellen? Het is eigenlijk een hele mooie ronde tafel met hele mooie mensen er rond. Die, laat ik het toch eens vermelden, die daar veel geld voor betalen, maar voor het goede doel. Het tipje van de sluier, ja, een hele mooie Lycoquet-menu. We hebben helemaal gefocust op... Taste of the World, het thema land en zee. Dus alles wat er gegeten wordt is ook land en zee. Veel slakjes, zeeslakjes, cipion, dus calamarkes, gemengd met van alles. Ik kan u later er misschien foto's van bezorgen, maar nu echt niet. Okay. En wat ga jij vanavond nog proeven? Ik denk dat vanavond een frietje wordt. Juist naar hier gereden met de fiets. En dan mogen we nog sterrenchef of exclusief of whatever zin. Je rijdt door de geur van die vrienden en zegt... Dat wordt het toch vanavond, ja. En hoort daar dan op Tomorrowland een glas wijn, een glas bier of een cocktail bij? Bij frieten, ik moet eerlijk zijn, ik heb dat dus al meerdere keren geprobeerd. Drink geen witte wijn met frieten, dat past niet. En ik ben ook geen bierdrinker. Maar wanneer drink ik bier? Ook friet niet. Okay, super, dan wil ik jou bedanken voor het interview. En dan laten wij jou verder koken en feesten hier op Tomorrowland. Er gaat wel hier en daar een feestje tussen zitten. Oké, okay, perfect, dank u. Cool.